De afhandeling van schade door de gaswinning in Groningen duurt langer, in sommige gevallen wel 15 maanden. Dat betekent dat een beslissing wel 2,5 jaar op zich kan laten wachten. Dat staat in een brief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, die vanaf vandaag bij bijna 5.500 schademelders op de mat landt. De schademeldingen maken deel uit van het stuwmeer van niet afgehandelde schademeldingen. Een vervelende boodschap die mogelijk voor extra onzekerheid zorgt, aldus de TCMG. Wethouder Roeland van der Schaaf baalt. Ja, het is natuurlijk op zich ongelooflijk dat dit gebeurt. Ik kan het rationeel allemaal wel verklaren. Hè. Een enorme hoeveelheid schade die erbij, meldingen die erbij zijn gekomen. Gewoon een gebrek aan mensen om dat te beoordelen. Maar als je goed nagaat, is het natuurlijk heel treurig dat je zo ontzettend lang moet wachten. Simpelweg op een beoordeling van je schade. Dat helpt weer niet in het toch al zwaar getroffen vertrouwen van de Groningers in de overheid. Burgemeester Peter den Oudsen liet vorige week weten dat de overheid bij vertraging een boete moet gaan betalen. Dat is onderdeel van een afspraak met minister Wiebes. Ja, ik denk dat dat een volstrekt logisch uitgangspunt is. Als je afspraken maakt en je houdt je er niet aan, dan moet er ook een straf op staan. Dan moeten de mensen die daar last van hebben ook weer als het ware voor gecompenseerd worden. En daar gaat dat principe over. Als je termijnen niet haalt als overheid, dan moeten er ook boetes van komen. Ja, of dit daar ook binnen past, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel weer een voorbeeld van hoe termijnen veel te lang duren. En ik vind het gewoon echt treurig voor al die mensen die schade in hun huis hebben. Die misschien al voor de zoveelste keer schade in huis hebben. Die eigenlijk denken, waarom zal ik het herstellen als het een paar maanden later weer een mis is. En dat je ook nog zo lang moet wachten voordat iemand het überhaupt beoordeelt. Ja, dat is niet goed. De brief meldt verder dat schademelders begin juli een aanbod krijgen vanuit de stuwmeerregeling. Dat betekent een aanbod van €5.000 of een bedrag van €10.000 te besteden bij een aannemer. We hebben ook richting de minister ook hele duidelijke eisen gesteld dat er echt op een hele andere manier om moet worden gegaan met beoordelen, vergoeden van schade. Daar moet een doorbraak in komen. Daar zijn goede stappen in gezet vorige week. Binnen een paar weken hopen we daar definitieve duidelijkheid over te hebben. Want dit is een gebed zonder eind.